In Delfshaven wordt het werk aan de eerste koolhavenbrug eind april afgerond. Daarna begint de gemeente aan de reparatie van de Parkhavenbrug. Vanaf maandag 24 april is de Parkhavenbrug dicht voor al het verkeer. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de eerste koolhavenbrug. Schepen kunnen er gewoon door. De afsluiting duurt naar verwachting tot eind juli. Ga naar rotterdamonderweg.nl/parkhavenbrug voor meer informatie.